Succes. Ligt hier een schild? Vreed groene schilder, bitch! Heb je dan ook last van dat heel dat in je kont gebonkt wordt? Vandaag niet. Je mag niet lachen als er iets gebeurt, oké? Nee, is goed. Ik ben doodserieus. Restart! Nee! Nee! Not like this, man! Dit is leuk, man. Dit is gewoon... Ik ga het jou allemaal uitleggen. Je bent als kind toch, ga je toch naar groep 1, 2, 3, maar in groep 6, 7 en 8, krijg je toch van je moeder altijd nog van die kaakjes mee. Er zit een koekje, maar in het midden zitten zo... Melk. Zeg maar, ja, man. Die zijn vies. Nee, man, nee. Milkbreak. Oh, die oors op. Nee, ik vind dat fucking vies, man. Die zijn goeie. Nee, echt, man. Jawel. Vies. Sorry dat ik het zeg, maar die shit kan je niet vies vinden. Dat is echt wauw. Ik vind dat vies. Kapotte damn. Hey, kijkers van Kicks Games. Zoals jullie weer kijken naar een gloednieuwe aflevering van een gloednieuwe... Nou ja, serie die terug is in een ander jasje. We zijn hier weer in Mario Kart 8, maar dit keer is het Deluxe. En ik ben hier samen met de eerste gast van deze serie. Rafael. Precies, ja. Jongens, ik heb er zin in. Mijn keel doet wel zeer, dus mocht ik tweede worden, ligt dat niet aan mijn persoonlijke skills, maar meer aan mijn keel. Ja. En hoe werkt dat? Ik zeg één ding. Ik kies Toad. Ik weet niet wat jij hebt gekozen. Mezelf. Gadver, wat een egaat. Mario's Metro lijkt me gezellig, man. Klaar voor de start. We zitten dus op de Switch met Mario Kart 8 Deluxe. Ik heb de controllers in twee losse handen en Rafa heeft dat kinderdingetje. Dit is geen kinderding, geloof me. Nee, dit is één driftbaan. Ik zweer, dit is Tokyo Drift. Dit is Tokyo Drift. Ja. Oeh, ik heb zin in Tokyo Drift. You ready, kid? Zo, helemaal vies genomen, jongen. Je ligt zeker al in eerste, hè, met je gezicht. Nee, ik ligt tweede, rustig. Hier, ik neuk de mensen voor jou. Hoe? Wat gebeurt hier? Driften voor de... Hier, gaat. Je boys in die... Die was wel even eerlijk. Die was mooi, man. Die was mooi. Ja, je bent mij. Ik had zin in dingen. Je gaat niks naar achter gooien, hè. Echt, jongen, ik pak je. Gaat van! Precies ertussen. Hey, de dooms, hey! Wie ligt de tweede? Even rustig aan, nou, hè? Zie ons driften als maloten. Ja, nee, als gekken. Dit is één groot gek drifthuis, man. Oh, hoes! Jij zit achter mij. Wie heeft hem? Had jij hem? Ja. Gadver! Oh. Dus ik heb hem wederom gepakt, dames en heren. Hij wordt wederom gepakt. Ik had een banaan achter me, maar hij werkte gewoon. Boom! Let's go! Was het maar de eerste ronde. Vieze, dus vieze. Ik hoef niet te tekenen, oké? Okay. Oh, gaat hij zo doen? Vuilak, ja! Kom, nee, ik heb hem niet! Hij heeft hem niet! Oh shit. Please don't kill me, man. Groen schild! Nee, niet op de valreep! Ik smeek het, hè. Niet doen! Oh, wat is dit fijn. Gadver, heb je me dan gepakt? Nee, we zijn er nog niet. Geef me nu die blauwe. Ik word kwaad, hè. Oh. Ik heb niks! Een munt? Ik heb niks! Waar komt deze blauwe vandaan? Nee! Fuck yes, baby. Dit is geen skill. Deze was lekker, man. Dit is geen skill. Pure mind fucking games. Geen skill, dit. Mind games. Nee. De beste wint. Ik ben het er niet mee eens. Kicks Games rang 2. Doei. Kijk, ik rij voor je. Okay, aan die kant klopt. Oh, ik word in de zijkant hier geplet, hoor. Okay. Het sprintlint. Als een malle. Oh. Godverdomme. Oh, is Kevin genomen? Ik heb gewoon die jump. Nee, nog één. Gadver, de achterstand doet zeer aan je bilnaad, man. Gadver, echt. Het brandt aan mijn bilnaad, doet zeer. Nee. Lig je nu alweer tweede, of niet? Ik lig tweede. Ja, je ligt eerst omdat ik... Oh, ik doe vieze dingen, man. Sommige mensen die krijgen het, man. Jij bent er wel eentje van vandaag. Echt hoor, dit is niet gekregen. Dit is geen skill, hoor, hier. Moet jij zeggen met je blauwe schild. Dat was eigenlijk gewoon calculated. Nee, dat was weer winst. Op dezelfde plek. Dat kutrode schild.
Nou, het rode schildje komt nog precies jouw kant op. Geile, geile, lekker. Kut, een munt. Hoezo heb jij dit weer? Waarom krijg jij zo vaak dat rode schild? Succes. Ligt hier een schild? Vreet groene schilden, bitch! Nee, blauwe! Oké, dit is verdiend. Domme. Eerlijk is eerlijk. Dit is ook verdiend. Drie rode schilden, ik ben dood, man. Je gaat winnen. Gadver. Ja, dit spel is mij niet genadig, hè. Ze denken, ja, Kevin heeft die eerste ronde zo vies verloren. Laten we hem deze tweede gewoon geven. Gadver, nog één, hoor. Finaal gaat afmaken, hè. Hey, ik sta niet meer tweede, hè. Nee. Ik sta vijfde. Doei, ik stop hier nou mee, hè. Als dit zo door blijft gaan, stop ik meteen. Nee. We moeten even vier races afmaken. Even niet te huilen, nou. Niet huilen. Even niet huilen, nog wel. Nee. Wat heb je daar? De le bleu, ze bleu. De blauwe komt eraan, baby. Nee, joh. Ga je net voor de start vies tweede worden? Gadver, lekker. Nee, ik heb nog afstand. Ik ga het zo nog redden. Kidding? Kijk mijn vlieger. Tering, jongen. Ik word zesde. En die man heeft drie rode blauwe schilden, of groene. Kan ik hem nog vies? Tering, man. Fuck dit, jongen. Ga je mee of niet? Nou ja, jij pikt al die kistjes wederom van mij, dus ja, laat maar weer. Gadver, ik zag wat je deed. Oh, ik gooi de rode schild gewoon voorbij mij. Tegen niemand. Ah, we rijden met z'n allen achter jou aan. Ja, ik zie je. Het is echt een feest. Mensen. Hé, bij mij zit hij echt heerlijk. Ik kan echt niks zien, maar... Dat vlekje zit echt genieten voor mij. Gadver, ik zag niks, hè, vriend. Ik rijd tering hard tegen de muur aan daar. Hoe hard tering Jantje hard gewoon. Heb je dan ook last van dat je altijd in je kont gebonkt wordt? Vandaag niet. Ja, jongens. Wat de poep is deze. Echt, jongen. Mensen hebben hier 7 boomerangs en allerlei shit. Ja, laat maar gewoon. Laat maar weer. Jij bent gewoon te hoog begonnen, weet je wel. Je bent eerste hoogmoedig en nou kom je erachter. Ja, nu kom ik er wel ernstig hard achter eigenlijk. Ik ben niet op mijn level, ik meen het. Ik ben zwaar boven mijn level begonnen en toen, ja. Toen was het klaar. Please, yes! Ze bleu! Ze bleu! Nee, ik ben er, ik zweer het. Fucking hell, man, echt ongenadig. Het spel is me niet. Kijk, mij drie rooien hebben, hè? Drie rooien. Dat je beter bewaard, voor als ze deze derde plaats inhaalt. Deze baan is van Qualcomm Punch! Godverdomme. Hey, doe eens even kalm. Wie staat er eerste trouwens? Oh, dat is waar ook, man. This is your one and only boy. Wie denk je dat er vierde staat? I don't know, maar één ding is zeker. Het gaat er niet zo zijn. Als het zo gaat zijn, hè. Ik ga huilen. Ik ga... Nee! Mid-air! Plons! Het is je boy, hij is geplonst! Vuile mensen! Ik zeg het, als ik zevende word, is de kans nog groot dat je serieus op wint ook. Ja, maar die stinkmens hier, hè, die echt, jongen. Oh, de turbo van de turbo! De turbo op de turbo! Ah. Kut, mijn kistjes gemist. Volg mijn live. Je boy is tweede! Je boy is onderweg. Maar is het genoeg? Jongens, beuk deze man om, hè. Beuk hem alsjeblieft om, hè. Gadver. Jammer, man. Echt. Ik ben echt een misgunner als ik gewoon eerst kan worden. Echt. Hé, maar je bent wel... tweede geworden, man. Hoe voelt het? Het voelt zo... Je hebt zeg maar A-producten in de Albert Heijn, maar ook B-klasse. Gadver, nee. Je bent geen huismerk. Dat valt mee. Ja, maar ja. Het is zeg maar het verschil tussen een energy blikje van 30 cent of meteen de Red Bull. Ik weet niet, man. Ja, dat is wel zo. Maar het is nog niet klaar. Nee! Hoeveel? Er komt nog één onderdeel, man. Onderdelen. Maar dit onderdeel heb je verloren. Maar dit wel. Je kan nog 1-1 maken. Je hebt deze cup gewonnen. Ja. Oh, zo deed jij dat. Oh, vuilak. Kijk hem gaan, jongen. Wee! Kijk, ik vecht hier voor mijn bestaan. Denk je dat je beter racet als er geen andere mensen zijn en items? En geen items. Gewoon 3 turbo's en een baan. Denk je dat je me dan wel kan slaan? Dat denk ik wel, ja. Dat denk jij? Ja. Oké. We gaan het zien. Geef mij even die kleine controller. Deze, ja. Het is fucked up, man. Ik heb alles op de GameCube moeten leren, shit. Deze easy. Goed luisteren wat Wario zegt. Wat hoor jij? Schiet aan!
Wat hoor je? Ik hoor deze. Ja, ik hoor hem ook. Dat is toch ziek eigenlijk? Ik hoor deze, man. Yoshi's Circuit. Yoshi's Circuit, oh, die ken jij. Ik ken die niet, man. Ik heb die nog nooit gezien. Maar Yoshi's Circuit is wel chill. Ik race in mijn eentje. Ik ga die tijd niet eens Kan ik wel tegen jouw geest rijden, ja toch? Ja, ja, ja. Dat moet ik echt doen, man. En als jij mij verslaat, dan gaan mensen tegen jouw geest rijden. Ja, ja, precies. Maar dat moet ik echt wel even fixen, dat ik jouw geestje heb. Ik heb 3 turbo's, oké. Okay. Maar jij gaat de tactieken zien van de goden, hè? Dat vind ik wel weer jammer. Oh. Oké. Okay. Shit, man. Je hebt nu al de start turbo van de god. De start en de drift van de goden. Oké, okay, oké. Okay, let op. Oh. Oh. Oh, shit. Gras. Fuck. Ik vind het niet chill dat jij nu al ziet wat ik doe. Want dat gaat jou helpen. En dat is niet chill. De stress Dude, is... Dude, jouw speeds, die zijn gek, hè? Ja, deze baan was ik zo'n monster god, maar ik ken Je mag het straks laten zien. Ja, maar niet met dit. Het is hetzelfde. Het is gewoon dezelfde track. Oké, jongens. Rustig aan. Het eerste rondje is een feit. En onder de 45 seconden, net niet, oké. Is dat de bedoeling? Ik weet het niet. Hoe weet jij dat? Ik weet het niet. Het lijkt erop alsof jij meer dingen weet dan dat wij weten. Kijk, deze was lekker. En blijven gaan, Mario. Blijven gaan. Je beukt hem er wel ernstig doorheen, man. I don't know. Je gaat goed. Foutloos, dat niet. Nee, maar... Ah, shit. Laatste turbo geneukt. Maar dan kan je zo meteen wel die bocht ook op de normale manier nemen. Dat is ook best leuk. Here we go. Laatste rondje. Nu gaat die muziek ook snel. Dat vond ik altijd zo leuk aan deze baan. Dude, je beest hem wel hoor. Hé, hey, zonder donder man, je beest hem hard. Ik doe mijn best, jongen. Ik wil gewoon bovenaan blijven staan in het klassement. Maakt niet uit wie hier komt, ik maak ze allemaal kapot. Oh, statements are made. Nee, is goed. Oh, shit. Ben jij al zenuwachtig? Ja. Ik denk dat dit moeilijk gaat worden voor mij, ben ik gewoon eerlijk in. Ik denk dat ik nog een chance heb. Nope. 2 minuten, 9 seconden en 732.000. Je mag niet lachen als er iets gebeurt, oké? Nee, is goed. Ik ben doodserieus. Restart! Nee! Nee! Not like this, man! Not like this! Hé, hey, als ik nu aan de kijkers kon vragen of we een restart konden, hey, vieze, wil je zo winnen? Wil je zo winnen? Is dat gewoon een vraag, hè? Wil je zo winnen, Kevin? Ik heb Toad nodig. Ik heb Toad nodig. Oké, okay, fuck it, man. Echt, dit is nee, man. Oh, kijk, hier heb ik tenminste een goede start, man. Ik zie het. Ja, hier werd ik geneukt, hè? Dat ja, dat was... weet ik, maar straks niet. Ja, en nu ga jij tryharden natuurlijk. Mijn achterstand is al unreal nu, hè? ...1,3 seconden. Ik ging daar bijna! Ik rijd nog steeds voor 1,3 seconden achter volgens mij. Ja, maar jouw tweede en jouw derde ronde waren vet goed. Niet foutloos, hè? Kut. Ik denk dat je mijn geest straks voorbij ziet komen. Ik denk het ook, nu. Nee!
Maar ik had die shortcut niet meer. No! Fuck! Nee! Nee, 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 nee! Niet, not like this, my fucking bitches! Nee! Ja, gadver, nu is die klaar, man. Nu is die klaar. Als ik hem zo had blijven rijden, was die lekker, man. Had ik hem gepakt, denk ik. Ja, ik kan deze niet meer winnen, man. Gadver, wil je zo winnen of niet? Dat is gewoon een vraagje, weet je. Ja, ik wil zo winnen. Ik wil zo winnen. Ik heb je restart gegeven. Ik gun jou die restart. Tering! Fuck my life! Oké, we doen allebei nog een extra restart. Dat is leuk. Wat? Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Nee, nee. Ik heb een prima tijd neergezet. Tering, man. Fuck deze, man. Fuck it. Oh, ik ben echt zo kapot vernederd. Ja, dit gaat je brand, man. Ja, ja, Rafael, een dappere poging om in deze eerste aflevering van Mario Kart Kevin Domes te verslaan. Maar met jouw tijd van 2 minuten, 18 seconden en 139.000ste was het niet genoeg om Kevin te verslaan. Geeft ook niet, het kan niet iedereen lukken, want Kevin heeft jou keihard verslagen met een tijd van 2 minuten en 9 seconden en 732.000ste. Kevin Domes, van harte gefeliciteerd. En Rafael, rest in pieces. En sterkte. Dit was de eerste aflevering van Mario Kart 8 Deluxe. YouTubers, wees uitgenodigd. Als je dit ziet en je denkt, die tijd, ik own die tijd. Dan mag je zeker even een berichtje doen. En wie weet kunnen we dan hier samen de volgende aflevering opnemen. Sowieso ga ik proberen om weer de Kicks Games teamleden te laten langskomen. Dus Peter, dus Carré, dus Ivar. Lisha wil misschien wel een keer meedoen. Oscar heeft ook. Oscar doet ook mee. Kickstarter is sowieso... Wees je dan of niet Kickstarter? Ja. Vet ernstig. Dat is heel ernstig. Mensen, in ieder geval, drop trouwens ook gewoon deze video naar de YouTuber waarvan jij denkt, die moet een keer meedoen. Dus als jij zoiets hebt van Linktijger of Joost of Rayo Gaming of Remco de Gast of weet ik van wie dan ook. Als je zoiets hebt van hij moet meedoen, drop dan die aflevering naar hem toe. Wie weet zien ze het dan en zie je hun hier binnenkort. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En doe even rest in peace, Rafael. Ja jongens, ik zou zeggen, fuck alles, want dit is echt vies gewonnen, man. Vies. Jammer. Vies gewonnen? Ik ja, het is gewoon wel bang geweest. Eén ding is eerlijk, je hebt gewoon gewonnen vandaag. En ja, helaas, ik moest het onderspit delven, dus gefeliciteerd. Ja, geen probleem. Ik meen dit oprecht niet, hè. Ik nee, meen ik, maar echt ik goed het. Gedaan. Ik weet het. Fijn lak dat je bent, echt, ja. Ik schop bij jou. Echt fijn. Oké.